Nou, goeiedag, heren dames. Even terug te komen. Ik heb niks meer gehoord van het Fidere collectief. Ik heb dat shirt gekregen. En het komt er nog aan. Al die mensen die het allemaal zo grappig en zo leuk vonden. Ja, ik had werkelijk een boodschap. Aan beide, ja, vervelend om te zeggen, aan beide partijen. Dus aan het Fidere collectief en aan alle mensen waarvan ik de zorgen deel. Maar niet hun gedrag, want dat is zo buitensporig en zo gestoord en zo simpel ook. Ja, wauw. En dan gaan mensen in mee. En dan stel je charismatische klootzakken die de hele boel bespelen. De valse doctrine ook, hè? Valse doctrine. En, nou, in ieder geval. Dat mensen die geen context kunnen vatten. Die niet meerdere filmpjes kijken of wat dan ook, gelijk allemaal comments. Maakt niet uit. Echt niet. Maar die mensen, dat ze hun tijd verspillen eraan, niet te geloven. En ze zeggen, waah, NPO 2, nepnieuws, nepnieuws. Maar als je van het andere nepnieuws zegt, van de QAnon, onzin, gevaarlijke data, dan zeggen ze, oh ja, dat, nee, maar dat is echt nieuws. Dat is ook nepnieuws. Jeanette Olsenbaard, lange Frans, jongens, die zeggen, hè. Ja, en wat Wouter Raadgever heb geflikt. En met die anderen. Ze wouden Comet Pingpong. Ze wou een herhaling van Comet Pingpong. Comet Pingpong, Comet Pizza. Met die hele Q-rotzooi is een man die ernstig gestoord was. Hè? En een DSM-5 klassificatie, oké. Okay, maar, moet er maar even. Maar een man die ernstig gestoord was. Nou ja, misschien een beetje paranoia, schizofreen. Of gewoon slecht ingelicht. Haha. Trauma, toestand. Er loopt een man die Comet Pizza, Comet Pingpong binnen. Omdat mensen dachten dat daar kinderen geofferd werden. Nee, dat was een pizzatent. Het meest foute pizzatent Comet Pingpong. Maar het was een pizzatent. Met hele foute feestjes. Allemaal rare toestanden. Maar het was een pizzatent. Hij heeft door een ijskast en volgens mij door een kelderdeur of zo. Of door een gang of een bezemkast geschoten. Ja, daar hadden we allemaal mensen kunnen zitten. Die komt er even met een AR-15 binnenlopen. Dus daarom dat er nu door Wouter Raadgever en Misha Kat en die Jood weet ik voor wat. Ja, die zijn zwaar gestoord. Ik ga niet zeggen, ik ga niet ontkennen. Ik bedoel, ik zie bij die mensen allemaal zwaar complex PTSS. Maar ze weten allerlei daders aan te wijzen, maar ze hebben nooit over een moeder of over een vader gehad of over een eigen familie die zulke dingen mogelijk met hen hebben gedaan. Nee, het is altijd iemand anders en dan hooggeplaatste personen. Ja, vreemd. Kan. Maar ja, dat is nog geen reden om zoals wat Lange Frans en al die anderen doen. Om mensen te inspireren tot opstand en tot linkspartijen. En Lange Frans en Jeanette Olsenbaard hebben geïnspireerd tot linkspartijen. En ik heb me daar gelijk over uitgesproken over die uitzending. Dat is een van mijn oude YouTube's. Filmpjes op het kanaal John Wick. Ja, dat heb ik gelijk al gezegd met Jeanette Olsenbaard. We fantaseren erover. Om voor lynchpartijen, zei Jeanette Olsenbaard. Ja, ik paraphrase. Want Jeanette Olsenbaard en Lange Frans die vroegen of er milities aan het trainen waren. Ja, in die aflevering. Dus, nou, ik had het ook toen de tijd ook al. Ik heb er ook al zelf. En meerdere mensen ook. Meerdere mensen hebben daar natuurlijk hun zorg over uitgesproken. Ik heb toen de tijd ook met Martin Tinus Koops. Die toestand dat hij mij bedreigde. Natuurlijk mutaties van op laten maken. Martin Tinus Koops valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidshuis Driehoek Utrecht. Die monitort hem. Ik ken de manager en die manager die heeft dossiers verwaarloosd van Tanus Gukman en van Panhuis. En diezelfde manager heeft op basis van foutieve informatie, laat ik het zo zeggen, zichzelf gigantisch in de problemen gewerkt. Want de mensen onder hem, de mensen onder Karel van Duivenbode, hebben hem verkeerde informatie aangeleverd. Het Veiligheidshuis. En dat hij dan nu met zo'n Martin Tinus Koops in zee gaat. Nou, we moeten even kijken hoe dat werkt. Maar dat komt wel goed. Ja, voor al die mensen die het allemaal zo machtig mooi interessant vinden en zo, al die toestanden. Die strijd die jullie voeren, hebben jullie helemaal niks aan.
Gaat niet veranderen. Niks. Nothing. Niet. Hoe vaak je er ook staat met die demonstraties en al die andere dingen, dat werkt het alleen maar in de hand. Dat het wereldwijd zo is, ja. Trauma-based mind control. De illusie van kiezen. De illusie van kiezen. Dus al die mensen die dan een commentaar om dit en dat. Maar op het moment dat je niet met hem meepraat, terwijl ik de zorgen van deze mensen, groep, deel. Een hele hoop van die zaken. Niet alleen deel ik die zorgen. Het is nog veel en veel erger. Echt. Het is echt nog veel en veel erger. Jullie hebben geen flauw idee. Dus voor iedereen die denkt dat ik er moeite mee heb om jullie berichtjes weg te klikken en er niet op te reageren. Nou, ik heb daar geen moeite mee. Jullie berichtjes wegklikken. Echt maar deze stomme dingen. Oh, heb je weer te veel gebloot? Dit en dat. Nou. Oké, dus voor iedereen een test. Ja, jongens. Heb Johnny Wick mogelijk gebloot? Komt Johnny Wick net relaxed uit de sauna? Heb Johnny Wick net lekker geslapen en krijgt hij zijn ogen niet open? Is zijn schoonheidsslaapje mislukt? Wat heb Johnny Wick vandaag gedaan? Kijk, en nogmaals. Liegen doe ik tegen mezelf. Dus dat ik TSC gebruik op een wijze die nagenoeg niet is toegestaan. Ik ben niet verslaafd aan de stof. Het is een quasi-therapie. Het werkt wel en het helpt niet. Ik ben zo high on life dat, ik mag eigenlijk ook niet roken, sigaren, want ik rook niet. Nicotine dan, en rook alleen wiet. En dan ben ik toch verslaafd van die tabak weer. Dus moet ik dan ook weer mee stoppen. Dus ja, zulke dingen. Maar wat zit er in Johnny Wick sigaretten? Dat Johnny Wick er zo relaxed uitziet. Ja, jongens. Nou, in ieder geval. Ik hou van jullie allemaal. Tot de volgende keer. En voor al die Q-mafkees, jongens. Ja. Voor iedereen van de Q. Jongens. QAnon of zo. Met Trump zou het oplossen. Maar het was Trump toch niet gelukt. Hoe kan dat nou? Maar dankzij Trump en de Q hebben we nou Sesamstraat op de zaak gezet. Ja. Dus, Bert en Ernie, dat zijn goede rechercheurs. Pino doet de verhoren. Ja, Innie Mini verzorgt de koffie en de boterhammetjes onder het verhoor. Dus als ze dan één zo'n enge satanist te pakken hebben, Sesamstraat gaat het oplossen, jongens. Echt. En voor alle fidere idioten die niet snappen wat G5-straling doet, fidere idioten die niet weten hoe slecht McDonald's is, fidere mensen die de Illuminati ontkennen. Ja, als je de Illuminati ontkent, nou, of je bent gewoon debiel, dan kom je onder een steen vandaan. Of je snapt het niet. Of je hoort erbij. wat voor mogelijkheden zijn er nog meer? En christenen die niet over Illuminati en reptiliërs praten. Dat zijn geen christenen. En al die christenen die nu in al die christelijke partijen in de Tweede Kamer. Ik snap niet dat die op hun achterste poten staan. We hebben allemaal christelijke partijen, toch? En dat die zeggen van nou, wij christenen mogen niet, hè, zoals in de tijd van Noah. Alle genetische modificatie, alle genetische manipulatie, alle chimera's, alle andere zaken, waardoor die zonnevloed kwam. Waar de God zegt, laten we de aarde schoonspoelen. We hebben de belofte gekregen. Dat is het covenant met de mensheid, de aarde, de afspraak, de belofte van God. Zo gezegd, ja, onze God heeft geen naam. Het is een almachtig, onwezig. Ja, het is iets wat alles is. Het is alles en niks. Het is plus en min. Het is de materiële wereld. En de belofte, zo hier hebben jullie de regenboog als symbool voor die belofte, die afspraak, covenant. Dit is de regenboog. Als jullie weer op aarde het verpesten, ja, dus naar de Noah, de DNA-banken, hè, dus alle de populatie herpopuleren, niet alle reuzen waren dood, en daarna hebben engelen, en tot nu, vermenigvuldige engelen zich met menswezens.
Niet op die manier, want we hebben geen gigantes, Nephilim, giants. Volgens mij was het aardsgebonden, gevallene of, nou, oké. Gevallen, daarom op aarde gebonden, uit de hemel, uit de hemelen gegooid. Enfin. De belofte was nooit meer water. De volgende keer wordt het vuur. Zeg, voelen jullie die hitte al? Met al die straling. Met die UV. Met de kapotte ozonlaag. Met alles wat er is. Voelen jullie die hitte? Het gaat nog veel warmer worden op aarde. Komt eraan. Bereid je ervoor. En voor alle complotmensen. En ik ga het nou maar complotmensen noemen. Ik ga stoppen met het wappies en flappies gedoe. Voor alle complotmensen. Ik weet van slechte plannen. Complotten, daar weet je niks van. Er is een complot tussen de duivel en God. En daar weten de meesten niet van. Nou, daar horen een hele hoop bij. Jullie niet.